Roy Donders heeft recentelijk veel aandacht getrokken, zei het niet allemaal positief. Zijn nieuwste onderneming, een bed en breakfast, is onderwerp geworden van discussie in de media. Gelegen in een doorsnee woonwijk, maar met een prijskaartje dat menig wenkbrauw doet fronsen, lijkt het nog niet echt storm te lopen. Toch presenteerde Roy zichzelf optimistisch in een recent item van Show News. Helaas werd Roy na dit optreden genadeloos bekritiseerd aan de desk van de showrubriek. Ronald Molendijk maakte zich hardop zorgen over Roy's veranderende uiterlijk, met name zijn opmerking over het onnatuurlijke voorkomen van Roy's gezicht. Guido den Aantrekker daarentegen leek wat milder gestemd, beschrijvend hoe Roy en zijn vriendin een nieuwe avontuur met goede bedoelingen ondernemen. Ronald echter kon zijn ongenoegen niet verbergen. Het is gewoon vreselijk. Zijn opmerkingen veroorzaakten enige consternatie vooral toen hij suggereerde dat het publiek liever niet geconfronteerd zou moeten worden met Roy's esthetische keuzes. milen probeerde de gemoederen te sussen door te suggereren dat het uiteindelijk Roy's eigen beslissingen zijn, waarop Anouk Smulders opmerkte dat er wel degelijk mensen zijn die de weg naar Roy's bed en breakfast weten te vinden, wat zij volkomen begrijpelijk vond. De discussie rond Roy Donders en zijn nieuwe bedrijfsavontuur lijkt dus meer te omvatten dan alleen de accommodatie zelf. Het roept vragen op over persoonlijke keuzes, Publieke perceptie en de grenzen van wat als natuurlijk of aanvaardbaar wordt beschouwd in de wereld van entertainment en uiterlijke verschijning.